BNNVARA er echt uitstapt, dat kwam wel als een verrassing deze week. Dat zagen we niet aankomen. BNNVARA stopt per 1 augustus met het programma Op 1. Omroep heeft een verschil van inzicht over de invulling en aansturing van het programma. En meer dan dat is er eigenlijk niet over gezegd wat het dan de exacte reden zou zijn. De Volkskrant stelt gisteren in een artikel dat er een conflict is ontstaan tussen een van de eindredacteuren, Rachel Fransen, en de directeur van WNL, Bert Huisjes. Thijs, jij bent presentator van de EO, namens de EO van Op 1. Was dit voor jullie iets wat al langer liep? Of kwam dit echt als een duveltje uit de doosje? Nou, dat BNNVARA er echt uitstapt, dat kwam wel als een verrassing deze week. Dat zagen we niet aankomen. Dat er een conflict is, zoals de Volkskrant schrijft, dat wisten we wel. Ja, ja. Dat liep al langer. Ja. Wat was er dan? Wat is er aan de hand? Nou ja, dat vind ik lastig om heel erg over uit school te klappen. Want dat is echt een conflict tussen twee mensen waar ik ook niet bij was. Dus waar ik ook terughoudend over wil zijn. Er zijn een aantal aanvaringen geweest en uiteindelijk zijn ze daar niet uitgekomen samen. Dus dat is heel verdrietig, vind ik. Ja. Op zichzelf lijkt dat maar geen reden om eruit te stappen als omroep. Er is nu ook besloten dat er een externe deskundige wordt ingehuurd om de verhalen op te halen van wat er dan precies gebeurd is. En als daaruit conclusies moeten worden getrokken, dan zal dat gebeuren, hebben de omroepen ons verzekerd. Maar BNNVARA wilde dat niet afwachten en heeft besloten de vlucht naar voren te maken en eruit te stappen. Om eruit te stappen, ja. Want dat is natuurlijk voor de buitenstaander, wat wij, behalve jij, dus zijn in dit geval. Als je hoort dat Bert Huisjes, dus de WNL-hoofdredacteur, dat conflict had met Rachel Fransen, dat is een van de eindredacteuren. En voor vanuit het productiebedrijf, waar de redactie ook voor een deel in ieder geval het programma van laat maken. En dan heb je nog samenstellers van de omroep. Ja. Het is een ingewikkelde constructie. Ja. Klopt, het is een samenwerkingsproject tussen TVBV, waar een flink deel van de redactie zit, en die natuurlijk een eigen eindredacteur hebben die redactie begeleidt, en de omroepen die eindverantwoordelijk zijn voor de uitzendingen die worden gemaakt. Nou, we doen dat nu 3,5 jaar. Ik ben ervan overtuigd dat het echt de meeste dagen gaat dat goed. En is daar een journalistiek gesprek tussen die redactie die met ideeën komt voor de uitzendingen, van de omroep zegt, nou, hartstikke goed idee, gaan we doen. En die omroep heeft zelf ook ideeën van, dit willen wij graag doen, kunnen jullie daar eens naar kijken. Over het algemeen kom je daaruit. En soms dus niet. Nee, want wie beslist er uiteindelijk? De omroep is eindverantwoordelijk. Dus dat zijn de samenstellers, die namens de omroep daar zitten? Ja. Normaal gesproken is een eindredacteur, die staat daarboven. Ja, en die heeft de eindbeslissingsbevoegdheid. Precies, dat is dus het unieke van deze constructie. Dat hier niet het geval is. En dat is eigenlijk ook al wel 3,5 jaar duidelijk. De naam van de omroep staat in beeld. Er staat niet TVBV. Dus uiteindelijk moet de omroep de eindverantwoordelijkheid dragen. En dus ook de beslissingen die genomen worden kunnen dragen en willen dragen. Ja, en dan is het verhaal dat bij Bert Huisjes, daar zit dus je hebt Bert Huisjes, Rachel Fransen en de samenstellers van WNL, dat die samenstellers van WNL een beetje door de eindredacteur op de kling werden. Nou, die samensteller, die heeft een lastige positie, want die heeft dus TVBV die tegen hem of haar praat, die heeft de omroep die tegen hem of haar praat, en die heeft de presentatoren die tegen hem of haar praat, want wij willen ook wel eens wat. Dat zijn de meest lastige mensen, hè, of dan? Zeker. Nee, en dat vergt dus een sterke positie en veel overtuigingskracht en incasseringsvermogen. Dus dat is wel een schakelfunctionaris die een moeilijke positie heeft. Ja, daar komt veel druk op te staan en daar moet je tegen kunnen. Ja, maar Rachel Fransen is dus nu gestopt, maar die zat niet bij BNNVARA. Die is bij TVBV in beeld, ja. Ja. Dus daarom waren we ook verrast dat BNNVARA eruit stapte. Dit conflict kenden we, dat BNNVARA daaruit de consequenties stelde. Zij wilden wel een aantal dingen op korte termijn regelen waarvan wij zeggen, ja, dan moet er toch eerst uitgezocht worden wat daar precies aan de hand is. En daar wilden zij niet van. Wat dan? Nou, wij zeiden, je moet uitzoeken wat hier concreet aan de hand is. Oh, zo bedoel je. Ja. Dus wat dan, weet ik ook niet, want het onderzoek moet nog gedaan worden. Iets anders wat natuurlijk wel speelt, is precies die richting. Het zijn dus 4 omroepen. Ja. En dan vanaf augustus volgens nog 3 omroepen die dan doorgaan. Of 4 of 5. Ja, of er weer nieuwe omroepen aan gaan haken of niet. Maar dat lijkt me in die zin best lastig werken. Weet je, elke dag heb je ook qua eigenaarschap voor zo'n talkshow. Het valt wel mee. Op elke redactie is debat over wat je... Ik mag vanavond dit dag presenteren. Daar zijn ze nu aan het debatteren over wat wij daar vanavond gaan doen. En sommige redacteuren krijgen dan hun zin en anderen niet. Dat is hier ook zo. Met dat verschil dat je wel kan praten over wij en zij. Wij van TVBV of wij van de omroep. Dat is als je binnen een omroep zit, is dat lastiger. Of is dat makkelijker, bedoel ik. Ja, dus er is debat, maar over het algemeen kom je daar prima uit. Ja. Maar Peter Kay, die voor BNNVARA dus meewerkte, die is ook gestopt. Die wordt geciteerd ook in de Volkskrant. En die geeft ook aan, soms mis je dus het gesprek van de dag, omdat een gast niet past binnen de politieke kleur van een omroep. Dat is één keer voorgekomen bij zijn eigen omroep. Dat ging om Richard de Mos. Ja. Die wilde BNNVARA die avond niet hebben. Ja, ik vond dat jammer, want ik vond dat het nieuws van de dag. Maar dat kan en dat mag die omroep op zo'n dag zelf beslissen. Ja.
Ja, dus, en ook andersom, dat jullie bijvoorbeeld kiezen voor iemand waarvan je de anderen zeggen van nou, ja, dit is wel weer heel erg EO, moet dat nou? Want ja, dat komt voor. In het artikel werd ook het voorbeeld genoemd van een onderwerp over genezing na gebed. Mm-hmm. Er was een wetenschappelijke studie naar gedaan, was iemand op gepromoveerd. Ja, wij vinden dat interessant. We konden daar een goed verhaal bij vinden van iemand die het meegemaakt had. Ja, dat vinden wij superleuk om te doen. Ik kan me voorstellen dat bij TVBV niet iedereen daar enthousiast over is. Ja. Daar voer je het gesprek over, het journalistieke gesprek. En uiteindelijk is er dan één iemand die de knoop moet doorhakken. En dat is de samenstelling van de omroep. En Sjeer Kuiper gisteren, of eergisteren was het inmiddels, van het Nederlands Dagblad. Ja. Die dan bij jullie, dat is geen toeval dat hij dan op het moment dat de EO-uitzending heeft bij jullie aan tafel zit. Wij kennen hem, dus wij bellen hem. Omdat we ook denken dat hij daar een goed verhaal bij kan houden. En dat had hij inderdaad ook, dus dat was een goede keuze, toch? Ja, maar leidt dat dan tot discussie? Dat kan. Met de algemene, nou dat kan. Ja. Leidde dat tot discussie dan? Maar op elke redactie is voortdurend debat over elk onderwerp. Ja. Dus ik snap niet waarom dit dan heel anders zou zijn dan anders. Behalve dan dat de beslissingsbevoegdheid net iets anders ligt dan bij een normale redactie. Jij stoort je er verder niet aan? Nou ja, het is best een complexe omgeving. Maar we doen het nu 3,5 jaar en ik kan daar prima werken. Sinds wanneer is eigenlijk het gekomen? Eerst was het gewoon op één. En op een gegeven moment was het in één keer welkom bij op. Oh, nou, we kunnen het laten horen volgens mij. Oké. Het is 9:30. Welkom op 1 bij Max. Het is 9:30. Welkom bij WNL op 1. Het is bijna 9:45. Welkom op 1 bij de EO. Het is bijna 10:55. Welkom op 1 bij BNNVARA. Dan ga jij gelijk presenteren als je die tune hoort. Dan ben je geprogrammeerd natuurlijk. Nee, ik heb geen autocue hier. Op een gegeven moment zijn die omroepen in één keer toegevoegd. Ja, nou ja, die stonden al lang in beeld. Ja. En er is op een gegeven moment gezegd, het is goed om het ook te noemen. Ik weet niet meer wanneer. Je vraagt wanneer is dat gebeurd, dat weet ik niet meer. Nee, want in het begin, toen op één begon, was het natuurlijk tijdens de coronaperiode. Dus was het heel daarvoor erg informatie. Nog, ja, maar dat kwam redelijk snel. Kwam de pandemie. Is het ook de wil om meer van je eigen kleur te laten horen? Is dat ook... Nou ja, wat groter geworden? Wij willen dat in ieder geval al vanaf het begin. Ik denk dat het bij BNNVARA wel sterker geworden is in de loop van de tijd. WNL wil dat ook vanaf het begin. Nou ja, Max heeft daar een eigen lijn. Die zitten denk ik iets minder op omroepprofilering. Hoewel ze natuurlijk ook wel onderwerpen kiezen die bij hun achterban kiezen. Bij ons is er in dat opzicht niet zoveel veranderd. Wij zitten juist in dit programma omdat het een pluriform programma is. Ik vind het juist leuk om de ene dag Jort Kelder en Welmoet te zien en de andere dag Natasje Kips en Amber Kortzorg. Want dan krijg je gewoon net iets meer... Ik vind het een kracht. Dus ik vind het ook echt jammer dat BNNVARA eruit stapt. En ik hoop dat een andere omroep met een andere identiteit, met een andere kleur, die wel gewoon journalistiek wil bedrijven en vanuit het nieuws wil werken. Dus het nieuws van de dag, ja, daar moet je het natuurlijk over hebben. En in 99% van de gevallen gebeurt dat ook. Ja. Peter Kay, die geeft juist aan, er zijn twee oplossingen. Geeft de redactie weer de speelfunctie die het aan het begin had. Dus echt de omroepredactie. Of knip alles los en maak er iedere avond een heel ander programma van. Ja, dat is zwart-wit denken, wat volgens mij niet nodig is. Het is ook niet zo dat de structuur formeel anders is dan in het begin. De rollen zijn iets meer uitgekristalliseerd. En over het algemeen gaat het goed. Je hebt een sterke samenstelling nodig. Ja. Jaap van Zessen, als je kijkt, het gedrocht op één, werd het genoemd aan het begin. Qua cijfers zit die nek nu weer wat hoger. En vooral te maken met het stoppen van vandaag in site. Precies. Ja. En die op het moment dat Lubach stil is, ja, jullie zitten opeens zit gewoon constant. Lubach ervoor helpt vaak ook, omdat hij veel kijkers trekt. Dus daar profiteren wij van mee. Op dit moment hebben we een ander programma wat helemaal niet zo goed scoort. Dan heb je juist weer last. Dus dat is allemaal heel contextueel. Ja. Is het één gezicht, één smoel, één kleur? Maakt het uit of niet? We hadden het begin van de uitzending natuurlijk over die verschillende websites en zo. Nou, dit is dus wel de gezamenlijke uiting, zeg maar, die juist wel goed is. Waar ik heel erg voor ben. En dat er dan vervolgens een andere invulling aan wordt gegeven, lijkt mij logisch voor de kijker. Ja, ik denk ook af en toe als ik kijk van wie zit er nu ook alweer en waar is het van? Ja, maakt het voor mij uit? Is het heel belangrijk of niet? Als we maar goed werk leveren. Precies, ja. En hoe het dan volgens bij de redactie georganiseerd is. Nou, als je dat hoort, dan vind ik na 3,5 jaar nog best wel... Als je hoort hoe dingen tot stand komen, denk ik, nou, dan doen ze het niet slecht. Als je met bepaalde dingen... Maar dat is ook zo. Ja. Er wordt echt gewoon ook door die redactie hartstikke hard en hartstikke goed gewerkt. En er wordt gewoon al 3,5 jaar elke avond een prima programma, wat super pluriform is gemaakt. Dus ik ben er echt wel trots op. En hoe nu verder? We komen erbij, Guylaine. We zoeken één of twee nieuwe omroepen die mee willen doen om dat pluriforme karakter echt in stand te houden. Dus praat met je baas. Hartelijk welkom. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.